Beste heer Steven van de Put als minister van Defensie. Bent u ook zo'n even fervent verdediger van ons bier? Het gaat hier om defensie en verdedigen, dus ik maak onmiddellijk de link. Wel, dat is absoluut zo. Ik kom nog wel eens in het buitenland en ook daar promoten we natuurlijk ons lokale bier. Als we het hebben over bier, wat is volgens u de meerwaarde van bier ten opzichte van wijn? Of zelfs jenever, want we zijn alle twee van Hasselt. Maar wat maakt bier dan zo speciaal? Wel, het is natuurlijk moeilijk voor mij om te zeggen dat er zoveel beter is als jenever. Maar bier heeft absoluut de meerwaarde dat ze de drank is die vlot toegankelijk is, die altijd lekker is, altijd verfrissend is en eigenlijk bij alles hoort. En bijna overal verkrijgbaar en betaalbaar. Als minister Steven van de Put ergens op café gaat, welke smaak bier bestelt hij dan? Wel, ik heb vandaag gezien dat er hier speciale kaarten zijn met smaak. Ik heb het graag voor het bittere, voor het iets sterkere bier. U staat hier ook met een zeer mooie medaille om de hals. Ere ridder natuurlijk in het ridderschap. Vertel eens, hoe bijzonder is dat? Wel, dat is heel bijzonder natuurlijk. Ik hou van bier. Ik vind ook het economische belang dat bier en onze brouwerij hebben voor ons land zeer belangrijk. En ik voel mezelf, ik reis nogal wat, een beetje ambassadeur toch van hetgeen wat wij hier op dat vlak te bieden hebben. Ja, wordt er bij Defensie wel al eens een pintje gedronken? Wel, dat is zo. Ook op mijn eigen kabinet hebben we de wijn en de champagne vervangen door onze betere bieren. Geniet nog van het zonnetje, onze lekkere Belgische biertjes en op jouw gezondheid.